Na drie ijskoude nachten zonder eten en na lange perioden van afzondering lijkt er iets te gaan gebeuren. Een paar mensen krijgen hallucinaties. Wat gebeurt er precies in hun hersenen? Waarschijnlijk wordt ook bij hen het serotoninesysteem ontregeld. In ieder geval tijdelijk. Wanneer de serotoninespiegels in de thalamus veranderen, is de thalamus minder goed in staat om de binnenkomende zintuiglijke informatie te verwerken. Het is nu dag 4 van de vastenperiode. De hallucinaties worden steeds heviger. Later vertelde deze vrouw dat ze geen macht meer over haar handen had. Het leek wel alsof iemand anders ze bewoog. Deze man voelde dat er iemand naast hem zat. Het is net alsof hij iemand iets toefluistert. Later vertelde hij dat een pelgrim uit het verleden hem omvergeduwd had. De pelgrim had een sabelwond aan zijn gezicht. Bloedmonsters die voor en tijdens de tocht zijn afgenomen kunnen ons inzicht geven in de veranderingen die in hun hersenen zijn opgetreden. Op de Universiteit van Hiroshima wordt het bloed onderzocht. Aan het oppervlak van de bloedcellen zitten serotonine-receptoren. Het bleek dat het aantal receptoren vlak na de hallucinaties verdubbeld was. Wetenschappers vermoeden dat in de hersenen hetzelfde gebeurt. Het lijkt erop dat het minder prikkelen van de zintuigen verantwoordelijk was voor de verhoogde serotonineactiviteit in de hersenen van de pelgrims. Daardoor verloor de thalamus zijn remmende werking. Het serotoninesysteem ontregelen is net zoiets als de biologische remmen losgooien. Soms wordt iemands kijk op de wereld er zelfs voorgoed door veranderd. Kunstenaars kijken per definitie anders naar de wereld. Alex Gray kent het menselijke lichaam goed dankzij de anatomielessen die hij aan de Harvard Universiteit heeft gevolgd. Hij begon al vroeg te experimenteren met LSD. LSD heeft ongeveer dezelfde structuur als psilocine en serotonine en bindt ook aan de serotonine-receptoren in de hersenen. Hij manipuleert zijn geest en ziet daardoor meer dan het alledaagse. Maar wat hij te zien krijgt, valt nooit te voorspellen. You can never exactly tell what's going to come, especially if you do something like psychedelics. You know,
there's an uncontrolled element about it, an element of surprise of what the unconscious is capable of releasing. In zijn werk zie je telkens hetzelfde thema terug. Hij wil daarmee de sterke verwevenheid van de mens met de wereld uitdrukken. Alex manipuleert zijn hersenen doelbewust. Zijn visioenen zijn slechts het gevolg van een verandering in de chemische balans. Toch zijn de gevolgen ingrijpend en ontnuchterend. Sommige mensen worden er bang van. Voor andere mensen gaat juist een wereld open. The psychedelics could be a great tool for the visionary artist. At least they have been for me. It's like a telescope or a magnifying glass into hidden dimensions of the of consciousness, transpersonal dimensions of consciousness, or sort of hidden, unconscious, ugly, surreal, weird kinds of dimensions. A person can go mad, in a sense, for a few hours and come back. Naast serotonine is er nog een belangrijke boodschappermolecuul, dopamine. Deze stof regelt de activiteit in onze hersenen. Dopamine heeft ook een remmende werking. Dopamine remt onze hersenactiviteit af, waardoor we niet te veel indrukken te verwerken krijgen. Zo blijven we met onze beide benen op de grond. Net als alle andere boodschappermoleculen wordt dopamine langs bepaalde banen in de hersenen geleid. Deze banen lopen naar verschillende gebieden waarin dopamine ook verschillende functies heeft. Zo hebben onderzoekers een aantal dopaminebanen naar de basale kernen in kaart gebracht. Deze gebieden zijn hier met rood en geel aangegeven. De basale kernen bevinden zich diep in de hersenen. Uit onderzoek blijkt dat de basale kernen verantwoordelijk zijn voor de fijne motoriek van onze bewegingen. Als dopamine dit gebied niet kan bereiken, ontstaat de ziekte van Parkinson. Mensen die aan deze ziekte lijden, zijn niet meer in staat om bewegingen in gang te zetten en goed uit te voeren. Dopamine stroomt ook naar de voorhoofdskwab. Net als serotonine heeft het daar een regulerende werking op de informatiestroom vanuit andere delen van de hersenen. Sommige onderzoekers veronderstellen dat een verstoring van de dopaminestroom, met name in de voorhoofdskwab, kan leiden tot verwarde of chaotische gedachten. De dopaminebanen kunnen inzicht geven in een van de meest verbazingwekkende geestelijke aandoeningen die er zijn: schizofrenie. I get to the point where I don't want to live anymore because the mental process of the mind takes over. When I think I'm doing good for a while, something mental takes over and it scares me. Schizofrenie kan zomaar toeslaan. Meestal gebeurt dat aan het eind van de puberteit. Schizofrenie vernietigt de persoonlijkheid. Men krijgt waanideeën en gaat verward praten. Een patiënt met schizofrenie kan niet meer helder denken en heeft nauwelijks greep op de realiteit. Voor artsen is het nog steeds een raadsel hoe schizofrenie ontstaat. Maar men vermoedt wel dat het dopaminesysteem daarbij een rol speelt. Well, those people at 7-Eleven, they're always on the phone talking about me. Always. Especially in the summer.